eerder per toeval gebeurd, omdat mijn buurman in die tijd ook een belangrijke functie had eigenlijk op de BBL van toen. Ik ben gestart eigenlijk oorspronkelijk als loopjongen. En wat hield dat eigenlijk in? Dat was eigenlijk de dispatching gaan doen van alle interne briefwisseling in alle departementen van de zetel toen. Dus trappen op en af nee? En zorgen dat alles picobello in orde was. Dus ja, een plezante job, zeker om te starten moet ik zeggen. Dan eigenlijk prospectie gaan doen, de baan op. Nee? Omdat ik blijkbaar toen te goed kon praten, volgens mijn toenmalige kantoordirecteur. En dan ben ik geëvalueerd ook richting kantoordirecteur. Dan een paar kantoren gehad. En ja, dan ook betrokken geweest in de wereld van de zelfstandige agenten. Dat is al ondertussen al sinds 1998. Management ook gedaan van statutaire kantoormedewerkers. Ik denk dat het heel belangrijk is, en dat heb ik ook aan de lijf ondervonden, wanneer zet ik het beste in op het juiste tijdstip eigenlijk, om eigenlijk een stap te gaan zetten in mijn loopbaan. En het leuke daarin is, wij noemen het soms intern ook craftsmanship, dat is echt wel gaan kijken van oké, wat kan ik het beste uit mezelf gaan halen en wanneer doe ik dat op het juiste moment. Nee? En dat is ook een beetje het DNA van BBL, maar ook ING. Het is altijd een beetje in ons bloed gezeten om talent te gaan mobiliseren of helpen te groeien in de onderneming. Gigantisch veel, als ik het mag zeggen. Het digitaliseren bijvoorbeeld. Nee? Veel zaken in de servicing van klanten, die gebeuren niet meer in de kantoren, worden door de klanten zelf gedaan. Ook als je ziet hoe dat wij vroeger in het kantoor dan eigenlijk het pad op gingen om verse fondsen te gaan aantrekken bij klanten. En je hebt nu de tegenkanting rond alles wat negatieve rente is. Dat is al één voorbeeld van hoe de wereld veranderd is op 43 jaar tijd. En voor mij althans, en dat is ook een hele belangrijke change, dat was het jaar 1998. Dat is ook al een flinke periode geleden, waar we eigenlijk toen zijn gestart met onze zelfstandige agenten, die eigenlijk voor BBL ING toch wel een hele mooie positieve impuls zijn geweest, zowel op het vlak van kennis, expertise en klantgedrevenheid op het terrein. Heel veel fijne collega's ontmoet, heel goede vriendschapsbanden eigenlijk gesmeed ook. Respect voor mensen die mij begeleid hebben op het terrein ook. Omgekeerd ook, mensen die je begeleid hebt in de tijd, waar je zegt, daar zit potentieel in. Heel boeiende verhalen. En het deed me dan echt wel deugd om te zien dat die mensen je voorbij fietsen op de carrière ladder, om te zien, ja, die hebben het toch gemaakt. Dus heel veel, ik kan 150 jaar niet in één slotzin gaan samenvatten, maar veel boeiende dingen gedaan en gezien. Goh, ik zou het in het Engels zeggen, I'm still doing my thing. En ik zou het nog heel graag een beetje blijven verder doen. Dus zolang het natuurlijk vitaal genoeg blijft en dynamisch genoeg blijft, maar dat is wel het geval. En zolang ze me natuurlijk kunnen verdragen. Nee? Maar dan blijf ik graag nog even meewerken aan het verhaal.